Pies. Nee, nee, nee. Laag blijven. Laag blijven. Hoppetop. Wat zijn wij aan het doen? Ik heb hier een hele grote doos. Oké, we rijden dus nu een trajectcontrole in. Moeten jullie heel goed luisteren wat er zometeen wordt gezegd. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 30 juli 2023. En het is nu, zoals je kan zien, hier achter mij op de klok, 16:30. Ja, inderdaad, het is 16:30. Maar wat ik dus nu even ga doen, ik heb sowieso ook Roa aan de telefoon. Maar ik ga dit zooitje even helemaal eraf halen. Gaat zo meteen lekker in de wasmachine in. En dat ga ik even lekker wassen en mijn matras eventjes omkiepen. Want dat is nou mijn hoofd, hè? Dus dat moet ik dan zo draaien. En dan nog eens een keertje zo draaien. Dus dat ik dan aan de andere, op de onderkant kom te liggen, zeg maar. Maar dan kom ik niet aan de onderkant te liggen, maar de matras die gaat helemaal dus zo omgedraaid worden. En dan nog zo, ja. Dan weer eventjes goed draaien en die andere matras ook. Of de andere matras deze kant op, maar ook weer draaien. Maar dat zie ik dan zo meteen wel. Maar ja. Hé, puppies. Nee, nee, nee. Laag blijven. Laag blijven. Laag blijven. Hé, hey, schat. Hoe gaat-ie? Kijk uit. Bijna. Ja, toch maar. Hartstikke mooi. Met papa mee. Wachten. Blijf. Want ik kom de auto aan. Blijf. Doe met papa mee. Lopen. Met papa mee. Oversteken. Go. Oversteken. Kom. Go, 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 met papa mee. Wie hebben we daar? Ja, wie hebben we hier weer? Karin, de ene rechter. Moet hij hierin of moet hij daarin? Sorry. Nee, ik denk dat hij daarin moet. Ja, alleen ik sta weer te ver naar naar voren, ja, helemaal goed. Gaat hij nou uit? Nee, ik moet toch hierin? Ja. Hè? Moet toch hierin? Nee, ja, ja, ja. Moet hij hierin? Niet, niet daarin. Nee. Nee, maar daarin. Hierin. Ja. Hierin, niet daarin. Nee. Wat doe je daar? Nou, we staan dus hier bij Tom Oil. Even focus. Nee, 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 deze, dit is focus. Ja, focus. Ja, top focus. Zeg meteen. Pompje nummer 5, goed gevallen. Geen CO2-compensatie. Zo, we gaan maar eens weer beginnen. Misschien eerst het topje eraf halen. Ik heb dat wel eens vaak gehoord. Ik, oh ja, oh ja. Niet slim, nee. Nee, niet handig. Nee. Zo. Ja, ja. Sta op wacht. Sorry, ik spoor niet helemaal. Ja, je bent NS ook niet, je hebt wel spoor. Sorry. Weet je dat je al 14 cent korting hebt? Ja, blijkbaar. En ik vond dat weer 5, 16, 17.
Ga zo nog even door. Nee, hoeveel korting krijg je hier? Heel veel. Misschien wil die man achter jou ook wel korting. Ja, misschien wel, misschien ook niet. En misschien krijgt hij wel korting. Meneer, wilt u ook korting? Moet u even op mijn ding inloggen. La la li, la 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 la. Ja, ja. Er zijn nog meer tankstations hoor. Is het zo? Ja. Nee, ik wil gewoon bij jou aanheel blijven. Ja, maar hier kun je ook nog tanken. Huh? Daar bij pomp 7 kun je ook nog tanken. Bij pomp 3 kun je ook nog tanken. Ik ben weg. Ja. €37 korting? Ja, €37 korting. Jee. Laten uitdruppelen. Wat kost een druppel benzine? Geen idee. Niks. Nou, laten we maar vol druppelen dan. Helaas minimale afname 2 liter. Volgens mij. Toch? Ja, 2 liter. Maar ik heb al meer liters. Helemaal goed. Blij mee? Dan gaan we dat dopje er weer veilig in doen. In doen, moet de hier, kom niet uit. Moet hij hierin? Of moet hij? Moet hij daar? Nee, hij moet. Hier niet in? Maar hierin. Ja, alleen deze is dus afgebroken. Want beetje, die moest eigenlijk hierop. Dus... Die moet daarin? Nee, drop. Drop. Je moet drop kopen dan. Drop ergens. Drop ja, zo kan hier. Ik het niet zien natuurlijk. Ja, weet ik niet. Dan moet ergens daar hierop. Dan plak je het toch vast? Nee, want deze is kadoek. Deze. Ja, dat is jammer. Dat is balen. Nieuwe halen! Dat is rot, dopje kapot. Ja! Dat is kloof, de winkel gesloten. Ja! Ik ga betalen! Ja, jij wel. Ja. Oké, succes hè? Ja, dank je. En hier heb je de sleutel. Ja, doei. Ja, bye! Nou, hadden we de kar? Nou, dat hebben we nog steeds. Want vergeet ik altijd de auto te halen, mijn portemonnee. Dus ik heb Rauw even weer gevraagd om even richting de auto te lopen. Want we zijn weer bij de mall, zoals altijd als ik in de nacht ben, thuis. Ja. Kijk, en daar komt er ook alweer aan, gelokt. Hartstikke idee. En waar zouden wij nou weer wezen? Bij onze favoriete gele supermarkt. Ja, nee. En ik word nog niet gesponsord door deze gele supermarkt. Nee, nog steeds niet. Het wordt een keertje hoog tijd en dat ze mij gaan sponsoren. Ja. Het wordt een keertje hoog tijd. Hoog tijd, ja. Dat ze mij gaan sponsoren. Ro en mij gaan sponsoren. Nou, er zit niet heel veel soeps in. Soeps, ja, heel veel soeps nat. Eens even kijken. Nou, die hoeft. Nee. Deze denk niet aan dat jij deze wil, schat. Nee, ik wou net zeggen. Echt niet? Met de koekoek, ja. Kijk hier, misschien vind je deze wel lekker. Ga maar kijken. Denk het ook niet, maar je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Nee. Dus, nee, er zit hier niks in voor ons. Helaas, pindakaas. Ja. Ja, maar ik zeg gewoon alleen helaas pindakaas, ja. Helaas pindakaas, er zit niks in voor ons. Nee, dat zeg ik. Prima, dus dat. Op het op. Wat zijn wij aan het doen? Ik heb hier een hele grote doos. In een tas. Een doos in een tas, oké. Ja, met allemaal blikjes. Hoe toevallig. En die ga ik dus nu lekker allemaal inleveren. Deze lege blikjes. De lege blikjes. Oké, niet de volle, want die zijn er moet nog opdrinken. Hartstikke leuk. Holadier. Wist je dat je al 30 cent hebt uitgespaard? Die zo weg. 3 keer blik. Oh, doe maar. Het is wel eerst gewassen, hè? Nee. Ga toch uit met je wassen.
Er is een plaats, daar wordt niet gewassen. Wist je dat? Want daar vinden ze wassen naar. Hier ook nog allemaal weer blikjes. Ja, ja. Lekker bezig. Alleen de tas is ook nog een beetje viezig. Ja, jammer dan. Dat kun jij wel weer zo meteen weer droog krijgen, toch? Past wel. Hey, een flesje. Oh, flesje 15 cent. Hey, en drie blikjes, drie flesje. Flesje 30 cent. Nog een flesje. Doe maar. Is dit, nee, dat is dus niet Nederlands. Verkeerde barcode. Helaas. Die niet. Die wel. En deze is vies. Ja, oké. Die moet je zo meteen even gaan schoonmaken. Daar heb ik de taak. Helemaal goed. Hey, grote fles. Vier keer petfles, één keer petfles. Zo. Maar je mag ook filmen hier naar binnen, hè? Kijken wat er gebeurt. Wat gebeurt er allemaal? Hey, de sparren die kan dus hier ook. Oké, check. Geregeld. Zo, alweer 5,50 euro. Lekker zo. Doe maar. Op deze manier is waar. Leuk man. Ik snap mensen niet. Oh ja, maar het is vies. Nee hoor, het is gewoon goed bewaard niet. 6,10 euro. Kijk, ik word rijk. 6,40 euro. Rijk jongens. Ik kan zo gratis boodschappen. Kun je weer een heleboel blikjes kopen met inhoud? Bijna wel. 7 euro. Doe maar. Hey. Mag ik je foto? Vast wel. Kijk. Wat denk je, hoeveel ik ga aantikken? Wat denk je? 10 euro. 10 euro. Ze moeten hetzelfde een systeem hebben als Duitsland dat gelijk en geflat wordt, zeg maar. Dan heb je gewoon een stortbak waar je alles ingooit en dan in één keer afrekenen. Ja, en net zoals geld. Ja. Hey. Tot je gewoon een tas met lege blikjes erin. €10. Precies, kijk. Hoe raad ik dat zo? Dat je kan rekenen. Jullie weten. Zoals jullie dus wellicht weten, heb ik dus thuis van die hele mooie handstofzuiger. Heet dat zo? Een handstofzuiger? Voilà. Heet dat zo? Ja, zoiets. Maar draadloos, zakloos stofzuiger, ja. Precies. Maar die heeft het zich begeven. En ik weet nou niet of we ze hem hier nog hebben. Normaal staan ze daar boven omhoog. Maar ik zie hem nou niet. Rrrt. We gaan dus gewoon eens even kijken of ze het hebben die avond. Nee. Ja, bijna wel. Zou je bijna denken. Ze hebben hier nog wel een blauwe. Maar... Ja, denk je. Dat is een andere. Is dat een andere? Nee toch. Nee toch. Ga kijken. Telescoopstofzuiger. Met snoep. Ja, nee. Die moet ik niet hebben, nee. Nee, met snoer. Nee, laat maar. Nou, dan hou dat even hier dus op. Dan hou dat dus hier al even op. Jammer. Helaas, pindakaas.
Dus nee, ik wou dus even nieuwe stofzuiger halen, maar die hebben ze dus nou niet. Maakt niet uit, geeft niet. Dan gaan we gewoon nu naar de auto en dan gaan we ergens anders lekker wat halen. Iets lekkers. Ja, jullie horen dat goed. Iets lekkers. Ik ga gewoon weer even kriskras in door de winkel heen. Omdat ik gewoon dat weer leuk vind, kriskras. Ik vind alles leuk. Bijna alles. Bijna. Niet alles, maar wel bijna. Ja. Eens even kijken wat ze hier allemaal weer hebben. Grappige dingen. Nou, niet zo heel veel. Wij gaan naar de auto. Oké, we rijden dus nu een trajectcontrole in. Moeten jullie heel goed luisteren wat er zometeen wordt gezegd. En ook een kruis boven de weg. Wordt ook leuk. Dus heel goed opletten. In 3, 2, 1. Dat is balen. Rijstrook is afgesloten. Herkennen jullie deze stem? Wat voor vraagteken? 80 hier, want er is trajectcontrole. Dit is het einde van de vlog, met als titel de trajectcontrole. Bizar grappig. Je kan me wegvegen! Sorry, ik krijg tranen in mijn ogen, is niet handig. Dit is niet handig. En niet harder, want er is trajectcontrole. Dit is het einde van de vlog, met als titel de trajectcontrole. Het is grappig, dit man. Ik ben dus nu net thuis na even Roderick naar zijn werk te hebben gebracht. En ik heb mijn jas aan, want ja, het regent. Dus dat betekent ook dat ik jullie nou niet mee ga nemen als ik de honden ga uitlaten. Dus ik laat je wel lekker thuis. En ja, ik ga dus nou lekker de hondjes uitlaten die daar lekker in de gangen zitten. Hannen zo hangen. Hele uit, ga je mee, plasje poepen doen. Lido. Lady. Heb je jeuk? Wel waar, anders zou je dat niet doen. Heb jij jeuk? Waar heb jij jeuk? Heb jij hier jeuk, schat? Had jij daar jeuk? Heb jij daar jeuk? Oeh. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Hey. Wat heb jij gedaan? Tut. Nee, nu even niet. Wat heb jij gedaan? Ik ga papa vragen wat dit is. Hey. Ik ga papa vragen wat dit is. Nee. Hey, nee. Leed. Maar hoe kom jij daaraan? Hey. Hoe kom je daaraan? Kon je het maar even zeggen, hè? Ja, maar ik ga papa wel vragen. Echt wel. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.